Maar kijk, zo niet op tegen. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met de architect. Waarom ben ik hier gebleven? En nou, we gaan vandaag weer eventjes het afmaken van waar we de vorige aflevering hier mee zijn gebleven. En hopelijk is het minder chaos dan de vorige aflevering, want dat was echt gewoon chaotisch. Dus ik ga eens even kijken. Oké, deze die kunnen we hier nog wel even op aan gaan sluiten, denk ik. Dan gaan we ook zo ook wel hier, want ik weet niet of ik dat al daar neer heb gezet. Dat ze dat gaan maken, even zien. Nee. Dus die regel ik nu ook gelijk wel eventjes. Oké, top. En dan moeten we nog eventjes wat celletjes hiervoor gaan regelen. Dus dan kan ik als het goed is wel gewoon even de clone tool gebruiken. Vanaf... Hier. Gewoon zo ver mogelijk naar beneden. En dat tot dit stukje. Dan hebben we de nieuwe cellenblokken hebben die hiervoor ook alvast... weer gehad. Sterven van 14 vandaag. Kip. Oké, dan moeten we hier natuurlijk ook nog even wat van die metaaldetectors komen. Onvoldoende monies. Yay. Oké, dus we moeten even gaan wachten tot geld, totdat we geld hebben. Daarna heb ik waarschijnlijk een idee om onze isoleercelletjes even te gaan uitbreiden. Want ik denk niet dat we echt veel ervan hebben. Oké, waar bleef het laatste beetje geld? Ik denk binnen nu en een paar secondjes. Moeten er net weer theses worden gekocht? Tuurlijk. En dan zijn we weer in de min. Oké, ondertussen gaan ze even weer een grondig onderzoek regelen. Ga ik ondertussen vast even weer het nieuwe gedeeltes erbij toevoegen. Even zien. 4x3. Nee, ga weg. Ik wil niet daar naartoe. Zo. Dat betekent dat deze ook wel een stuk naar buiten. Ja, en dan zie je natuurlijk ook nog van die deurtjes weer komen. Oké. Dat wel even genoeg is. En mochten we nog een keer uit willen breiden, dan kan het altijd nog wel een beetje. Oh ja, nee, natuurlijk. Omdat er zoveel mensen dood zijn.
die gaan dan weer, ja, langzaam en zeker ook weer weg. Klopt. En ik heb nog echt wel wat meer geld nodig even om wat bewakers en zo te regelen. Medi is weer eentje aan het redden daar. Ik ga hier ook even bewakers even. Gewoon even. Dat er gewoon iets van. Nou, wat zou ik te doen? Gewoon vier rondlopen. Niet dat ze dan de hele tijd lopen te redden en zo. Want dit moet allemaal weer gerepareerd worden en zo. Maar het heeft toch ook wel mee te maken dat de bewakers ook gelijk iedereen neerslaan die ook maar iets fout doet. Ja, dat is waarschijnlijk gewoon een bug in de game. Die gaat waarschijnlijk. Ja, die is ook dood. Die gaat waarschijnlijk ook dood. Maar ja, daarom krijg ik ook zoveel doden. Eigenlijk even wat meer gewapende bewakers zijn. Neem er gewoon 50 aan. Zo. Zit nog zo op een of andere reden ook aan het rellen. Gewapende patrouille. Hier eentje. Hier een. Hier moet ik nog wel even een aantal hebben. Daar zijn er al een aantal. Zo, er moeten gewoon eigenlijk heel wat van die gewapende bewakers gewoon in dienst zijn. Even kijken, waar zullen we nog even een aantal neerzetten? Dus het kan hier. Nee, oké. Okay. Dan wat er niet meer. Maar ja, ik loop nu wel heel hard in het verlies. En dat komt gewoon vanwege dat iedereen, nou ja, die worden weer afgeleverd en zo, die gaan weer weg en dit en dat. En voornamelijk ook omdat deze dingen niet opgaan automatisch. Hoe zit het eigenlijk met de behoeften? Eten is een groot probleem. En dat geldt bij in beide.
Nou ja, er komen wel weer nieuwe gevangenen aan. Dat is wel fijn. Oké, hier is een hele opstopping. Genoeg op, want hij zijn in ieder geval man vast. Dus hun beide. Riprino's. Maar dit is ook niet echt een perfecte gevangenis, laat ik maar zeggen. Gewoon vanwege dat er zoveel problemen zijn. En ik weet ook niet precies hoe ik ze allemaal moet gaan oplossen. Dus dat is ook al een klein beetje het probleem die ik dan heb. Zo. Moet je kijken hoeveel mensen hier gewoon dood zijn. Oh, ik denk dat er meer gevangenen dood zijn dan dat er eigenlijk leven. Oh ja, zeker. Oh, holy fuck. Kijk, allemaal dood, 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 dood. Hier een heel aantal levend. Hier weer heel wat dood. Hier ook heel wat dood. Ja, dat is eigenlijk niet goed. Ik heb iets opgefokt in deze gevangenis, waardoor nu alles in de pak is. Nee, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en vergeet je kanaal. En dan zie ik wel een keer weer. Later.